Jij weet, de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Momenteel zijn we hard aan het werken aan meerdere projecten die we in 2018 willen realiseren. En dit om jou beter te kunnen helpen op meer dan één vlak en op meer dan één manier. We willen jou niet alleen maar SketchUp aanbieden en oplossingen eromheen, maar je effectief helpen er meer mee te realiseren en mooie dingen te creëren. En we willen niet stoppen alleen bij SketchUp. En wij willen niet stoppen om je alleen bij SketchUp te helpen. Je bent een zelfstandig ondernemer en jij wil ook het beste aan jouw klanten leveren. Jij wil de mooiste, de beste ontwerpen kunnen leveren. En dit wil jij ook doen op de snelste en efficiëntste manier. Hierbij kunnen wij jou helpen. Ik heb 12 jaar in de luchtvaart gewerkt, ontwikkelde systemen en procedures voor opleiding van piloten. En zoals je weet, vliegen is een van de veiligste vormen van vervoer. En misschien vraag je dan af, hoe komt dat? Wel, dat komt omdat alles in het systeem en procedures zit. Sinds 2012 ben ik mij beginnen focussen op het aanbieden van SketchUp. En zelf heb ik ook inzicht en voeling met wat we mogen noemen de bouw. En dit in de breedste zin. Van architect tot aannemer, van interieur tot tuin. Zelf heb ik tuin- en landschapsarchitectuur gestudeerd. Maar laat er ons geen doekjes omwinden. In de bouw gaat er toch nog steeds wat mis. En er is nog steeds heel veel efficiëntie te maken. Sommigen zeggen dat er zelfs nog 80% efficiëntie te behalen is in de bouw. Nu, dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws, want jij als aanbieder kan daar natuurlijk ook een rol gaan inspelen. Dat is in het voordeel van jezelf, maar uiteindelijk ook in het voordeel van jouw klant. Want we weten allemaal, bouwen wordt allemaal duurder en wat moeilijker. Dus hoe efficiënter dat we dat kunnen doen, hoe beter dat het is voor onszelf, maar uiteindelijk ook voor de klant. En dus misschien is het tijd om te kijken, hoe kunnen we met z'n allen hierin verbeteren? Hoe kunnen we met z'n allen efficiënter gaan werken? Stel je het volgende voor. Stel dat de luchtvaart zou werken zoals de bouw vandaag zou werken. Vliegen zou vele malen duurder zijn, maar nog veel erger. Elk uur zou je opnieuw horen, vliegtuigcrash in, zoveel mensen omgekomen. Mijn vraag is, zou jij dan nog vliegen? Zou jij dat aanvaarden? Waarschijnlijk niet. Maar toch doen we het in de bouw. Misschien denk je nu, Peter, je hebt inderdaad een punt. Hoe kunnen we daar ons steentje in bijdragen? Wel, ik ga in ieder geval in 2018 mijn best doen om hier een steentje in bij te dragen. Hoe we de bouw efficiënter en betaalbaarder kunnen houden. Met SketchUp heb je natuurlijk al een tool waarmee je snel jouw ideeën in 3D aan je klant kan duidelijk maken. Maar wat als er binnen SketchUp nog een oplossing was die bepaalde dingen nog makkelijker en sneller zou maken? Wat als je muren en vloeren kon genereren in enkele klikken en dat je ook eigenlijk automatisch alle bouwlagen erin zou hebben? Zou dat handig voor je zijn? Hier zijn we dan in SketchUp en zoals ik zei, wat als we in een aantal klikken een huis zouden kunnen tekenen, een structuur zouden kunnen tekenen met alle details in lagen. Dus stel, ik zou een huisje tekenen startende met een rectangle van 10 op 10. Hier ga ik een aantal stukjes uithalen en een stukje aanhangen. Dus dit zou de contouren van een huis kunnen zijn. Het idee dat je hebt of een opmeting die je hebt gedaan. En nu is de vraag, hoe krijg ik eigenlijk in 3 klikken mijn muren? Buitenmuur, spouw, isolatie, binnenmuur en vloer, vloerplaat, isolatie, schap, vloerafwerking. Wel, daarvoor ontwikkelen we momenteel dus een plugin als proof of concept, waar ik kan zeggen, oké, wat zijn de diktes die ik wil van elke laag? En op welke layer komen deze terecht? Oké.
Ja. En dat kan ik ook doen met de vloer. Hetzelfde, ik kan de dikte van alle lagen opgeven en op welke layer dat ik wil dat deze aankomen. Oké. Okay. Een tool die dan best handig is, is om scalp te gebruiken, want scalp kan ervoor zorgen dat hij op al de lagen die ik net heb aangewezen een ander patroon kan geven, zodat het resultaat het volgende is. Ik ga eigenlijk gewoon snedes plaatsen in scalp. En nu kan ik eigenlijk gewoon de snedes verplaatsen zoals ik dat gewoon ben in SketchUp. En wat kunnen we nu doen? Is eigenlijk zeggen, ik wil hier een frontview van. En kijk wat we hebben. Dus ik zie mijn muuropbouw, buitenmuur, spouw, isolatie, binnenmuur. Dat is de vloerplaat, eerste verdiep, vloerplaat eigenlijk van mijn fundering. Isolatie, schappen en dan de vloerafwerking. In eigenlijk een aantal klikken. Hetzelfde als ik dan een grondplan nodig heb, voeg ik een nieuwe snede toe. En die zetten we natuurlijk dan net iets lager. En vraag ik er ook weer de topview van. Dus, natuurlijk, dit is proof of concept, early stages, dus echt in het begin. Natuurlijk zijn er nog heel wat stappen die voor volledig moeten worden. Maar het gaat er vooral om wat als je dit in jouw huidige workflow zou kunnen gebruiken. Hoeveel tijd en hoeveel efficiëntie zou dit uiteindelijk opleveren? Dit is natuurlijk nog een proof of concept, maar ik ga ervan uit dat we binnen een maand waarschijnlijk een x-aantal mensen kunnen uitnodigen om dit ook te testen. Als dat iets is wat jou aanspreekt, wel, je weet me te vinden. Waar nog veel efficiëntie te halen is in het ontwerpen en het uittekenen? Wel, ik zie zoveel SketchUp-gebruikers een workflow hanteren die niet efficiënt is. Ze maken gebruik van verschillende pakketten. En wat ze eigenlijk doen is, ze maken hun ontwerp, hun idee, eerst in 2D. Dan gebruiken ze in een ander pakket. Dan gebruiken ze SketchUp om dat idee in 3D uit te werken. Maar natuurlijk kan. En dan gaan we plaatjes exporteren. En die plaatjes gaan we importeren in een PowerPoint, Illustrator, om dan hier een presentatie mee te maken waarmee naar de klant gestapt wordt. Nu, in ieder geval, dat is veel beter dan al nog. Nu, dat is alvast veel beter dan kalk en potlood te gebruiken. Dus je hebt je presentatie en daarmee ga je naar je klant. En natuurlijk, de kans is heel groot dat die zegt, ik zou toch nog graag iets willen veranderen. Wat ga je dan doen? Waarschijnlijk ga je je 2D-plannen in het ene pakket aanpassen, in 3D in SketchUp aanpassen, alles weer exporteren, in PowerPoint de dingetjes die je had deleten, weer invoegen, nieuwe presentatie maken. Maar wat als dat nu allemaal kon binnen één oplossing? En dat is namelijk SketchUp Pro. Zou jij dat ook graag willen toepassen, dan zou ik je zeker aanraden om een van onze tweedaagse trainingen te volgen. Als je dat nog niet zou gedaan hebben. En waarom weet ik dat heel veel mensen die workflow hebben? Wel, het merendeel van de mensen die onze tweedaagse volgen, geven in het begin aan dat dat hun workflow is. En dat is hetgene wat we in onze tweedaagse proberen duidelijk te maken of mee te geven is, misschien is het mogelijk om het allemaal te doen binnen SketchUp. In 2018 willen we een aantal stappen verder gaan en jou helpen met workflow trainingen. Deze trainingen zijn meer specifieker en praktischer ingericht, maar het doel is vooral om te zorgen hoe kan je nu echt alles binnen SketchUp doen. Hoe kan jij nu het snelst en efficiënt met SketchUp al je 2D, 3D werk realiseren, bouwaanvragen maken, plannen, technische uitvoeringen, aanzichten, snedes, moodboards. Het kan allemaal binnen SketchUp. Als jij meer wil weten over deze workflow trainingen, nog even geduld, daar zijn we nog mee bezig. Maar als je nog geen van onze tweedaagse hebt gevolgd, dan zou ik dat wel doen. Want om deel te kunnen nemen aan deze workflow trainingen, zal je onze tweedaagse training moeten gevolgd hebben om de juiste basis onder de knie te hebben. Want spijtig genoeg zien we nog veel te veel SketchUp-gebruikers die de basis van SketchUp nog niet helemaal juist hebben.
In 2018 komen we nog met iets anders. Niet rechtstreeks gebonden aan SketchUp, maar samen met Eve, een interieurarchitecte, zijn we aan het werken aan een tool om projectopvolging, projectplanning veel eenvoudiger en efficiënter te maken. Nu, er is al een reeks aan tools die zulke dingen zouden kunnen doen, maar als je zulke dingen al geprobeerd hebt, weet je, het is toch altijd misschien net niet wat je wil of het werkt net anders dan jij wil. En dat proberen wij nu op te lossen met de tool waar wij aan het werken zijn. Ons uitgangspunt is dat we deze tool ontwikkelen echt uit de praktijk. En hoe je dan effectief het efficiëntste bepaalde dingen kan doen. Iets dat we heel veel horen van architecten, interieurarchitecten, noem het maar op, is ze hebben eigenlijk een hekel aan werfopvolging, omdat het heel veel werk is, administratief heel veel bij te pas komt. Maar wat je eigenlijk wil is dat je, als je op de werf bent eigenlijk, maar wat je wil is dat je op werf bent en daar eigenlijk direct het verslag zou kunnen maken en dat je daarna er geen werk meer aan hebt. En als je bepaalde dingen terug wil weten of weten welke zijn de openstaande items, dat je geen 101 werfverslagen moet doorblazen, maar dat het gewoon heel makkelijk en snel te vinden is, hey, wat zijn de open items? En dat niet alleen voor jou, maar voor alle betrokken partijen in dit project. Maar nog even geduld als je dit aanspreekt. Wel, ik zou zeggen, we gebruiken het momenteel voor, of we testen het voor met intern gebruik momenteel. Maar in de toekomst gaan we zeker een testgroep oprichten. Dus ik zou zeggen, hou dit ook in de gaten. Nu, voor de drie voorgaande dingen moet je nog wat geduld oefenen. Maar er is één ding waar je nu snel zou voor moeten zijn. Als zelfstandige ondernemer heb je je ambitie om je activiteit te laten groeien. Maar je vraag is waarschijnlijk, hoe kan ik dat doen zonder nog meer uren te werken? Je werkt waarschijnlijk al meer dan 60 uur in de week. Een andere realisatie die je misschien hebt gemaakt is, niet werken, geen inkomen. Mijn vraag aan jou is, hoe ga je dit aanpakken in 2018? En hoe ga je je huidige activiteit kunnen omvormen, zodat jij eigenlijk los kan komen van die activiteit of onderneming? En dat je zo een beter en vrijer leven kan gaan ervaren. Maar misschien denk je, ja, maar dat is niet voor mij en dat gaat niet werken voor mij. Wel, zolang je dat natuurlijk blijft denken, dan gaat er nooit iets veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel kan. Als jij bereid bent die dingen te doen die uiteraard moeten gebeuren en uiteindelijk ook te veranderen wat vandaag niet goed is. Herinner nog mijn verhaal van in het begin van als de luchtvaart zou werken als de bouw, zouden we elke dag meerdere crashes hebben. Maar wat ik zie is dat vele zelfstandige ondernemers het eigenlijk nog veel erger doen. En dan zijn we verwonderd dat 50% van de starters er binnen 5 jaar niet meer zijn. En dan vragen we ons af, hoe komt dit dan? Wel, als je hierover nog meer zou willen weten, dan nodig ik je graag uit om de video onder deze video te bekijken. Maar kort uitgelegd, voordat we iets gaan bouwen, gaan we plannen maken, gaan we uitvoeringsplannen maken. En als jij je onderneming start, heb je waarschijnlijk een businessplan gemaakt. Maar misschien zijn we één heel belangrijk plan vergeten. Een plan voor je leven. En dan zijn we verwonderd dat dat leven niet zo loopt zoals we misschien hopen. Hoe zou dat komen? Nu, wat is er misschien nog mis? Je hebt geen systeem. En ook al denk je, ja, ik werk alleen, dan nog is het belangrijk om alles in het systeem te gieten. Want remember, in de bouw is nog 80% efficiëntie te halen. Waar zou die efficiëntie zitten? Wel, dat gaat beginnen met een systeem te maken. Dus wat je nodig hebt is eigenlijk een nieuw plan. Wat is jouw bestemming die je wil bereiken met jouw leven en jouw onderneming, activiteit? En dit moeten we eigenlijk allemaal in een systeem gaan gieten. En hoe zorg je er nu voor dat je niet alles meer alleen moet doen? Wel, ik nodig jou graag uit op mijn workshop, een 3-daagse workshop van 15 tot 17 februari 2018.
En je kan trouwens helemaal gratis deelnemen aan deze workshop. Echter, deze workshop is niet voor iedereen. De workshop is in Warschau, in Polen, en wordt in het Engels gegeven. Ik geef je de kans om deze workshop gratis te volgen. Er is plaats voor 15 mensen en de helft van deze plaatsen is al ingevuld. Misschien zou je zeggen, waarom in Warschau, waarom in het Engels? Eerlijk gezegd, dat is een deel van het selectieproces, van de regels die ik stel. En dat kan dan misschien heel raar klinken, maar dat is trouwens ook een van de dingen die je zal leren in deze workshop. Leren je regels op te stellen voor jouw leven, jouw onderneming, activiteit en ook voor je klanten. Want nu proberen zoveel zelfstandige ondernemers alles te zijn voor iedereen en hierdoor zijn ze eigenlijk niets voor niemand. Deze workshop is ook alleen maar als jij je 100% kan committen om in 2018 het anders te gaan doen. Jezelf niet langer slaaf van je eigen activiteit willen blijven en meer vrijheid willen gaan ervaren in je leven. En hierdoor kan je je klanten ook beter gaan helpen en ook efficiënter werken, hoe raar het misschien nu mag klinken. Onder deze video vind je een andere video waarin ik jou graag uitnodig naar deze workshop en zal je ook ontdekken wat die workshop meer inhoudt en welke de stappen zijn als jij hier aan deel wil nemen. Zo, hiermee zijn jullie helemaal up-to-date met onze plannen en wat we uiteindelijk willen doen in 2018 en hoe we jou echt willen helpen om in 2018 mooie dingen te realiseren. Hoe we je kunnen helpen aan efficiëntie te winnen en uiteindelijk ook je klanten mooiere dingen te leveren en meer waarde aan je klanten te leveren. En ik hoor ook graag van jou hoe ik jou zou kunnen helpen in 2018 om jouw plannen waar te maken. Dit zowel met SketchUp, maar ook in het groeien, in het uitbouwen van je activiteit en jouw onderneming. Ik hoop je dan ook zeer snel te spreken.